overleden. Hoe sterk is Nederland? Hoe sterk zijn de Belgen? Balbezit voor Daniel van Buiten. Centrale verdediger die bij Olympique Marseille speelt. Hij vormt dat duo achterin met Simon. Het is Davids die voor de volgende corner zorgt. Het is niet overdreven om te zeggen en te stellen dat de beginfase voor België is. De Boer moet Sonk laten. Stam moet Sonk laten. En Van der Sar, die houdt Sonk niet zo lang bezig, totdat Frank de Boer op de nippen. Want kijk maar eens even hoe de Boer reageert. Net Sonk van scoren kan houden. Hier is hij de Boer kwijt. Daar ook Stam. Dan moet hij ook nog eens een keer langs Van der Sar. En daar had Sonk niet. Van der Vaart. Seedorf. Van der Vaart. Dat is een knap schot. Het gebeurt niet vaak dat Nederland eruit komt. En ook nog eens een keer een schot kan lossen op het doel van de vlieger. Een van de weinige keren dus dat de Willem II keeper iets moet uitrichten. Haart weer. Houdt binnen. Nu voor. Kluivert naar de eerste paal. En daarachter is Van Nistelrooy en Clarence Seedorf. Goeie aanval, die loopt over de linkerkant. Omdat Van Bronckhorst nog wel eens wat ruimte wil pakken. Davids en Van der Vaart hadden zo ook een aandeel. Door de benen van Van Damme geschoten, dus gevaarlijk. De Vlaanderen. Goor. En de Vlaanderen wint van Van Bronckhorst. En dan is dit Sonk. En dan is dit de 1-0 in de 39e minuut. Wesley Sonk. Met een hoofdrol inderdaad voor de Vlaanderen. De rechtsachter van België. Hij samen met Goor aan deze kant. Maar hier wint de Vlaanderen dat beslissende duel van Van Bronckhorst. En vindt hij Wesley Sonk. 1-0 de voorsprong voor België. Dat mogen we toch wel een terechte tussenstand noemen. Even naar voren en dan houdt hij even in, waardoor hij achter Stam terecht komt, uit de rug komt. Cocu van de Vaart langs Van Buiten, de overtreding is daar en de vrije trap voor Nederland op een lekkere plek. Makai gaat het doen. Nuutje moet nog een meter of twee naar achteren. Makai over de muur en over het doel. Van der Vaart probeert er binnen te draaien. Dan zou hij lekker voor zijn linker liggen. En hij krijgt het nog voor elkaar ook om van buiten van de bal af te krijgen. Kluivert nog steeds reiziger aan de rechterkant. En hier Makai, die staat vrij. Die komt naar binnen en scoort. In de 55e minuut is het Roy Makai die er 1-1 van maakt. Het was zichtbaar dat de tweede helft Nederland beter speelde dan de eerste. Maar ja,
Makai wordt hier wel erg vrijgelaten. Vervolgens maakt hij het goed af in de korte hoek waar de vlieger op het verkeerde been terechtkomt. Als Makai naar binnen komt. Prachtig te zien. Makai daar de Vlaanderen uit kapt en dan de korte hoek opzoekt. Tegen de beweging van... Makai. Overmars van de Vaart in het midden. Kluivert er ook bij, daar achterin. Kluivert met de kopbal en de vlieger met een hele goede redding bij de eerste paal. Overmars. Daar is de vlieger. Waardoor België weer balverlies leidt. Dat lijkt me trouwens ook wel rijp voor een prent. In één keer rood. Is er voor de kop. Wil ook een ferme schop uit. Na eerder rood voor Cocu. Twee keer geel. Nu in één keer rood. Dan is de wedstrijd ook afgelopen. Roy Makai zorgt ervoor dat Dick Advocaat en Willem van Hanegem nog steeds ongeslagen zijn. Dat Nederland nu 16 wedstrijden op rij niet heeft verloren. Na de nederlaag tegen Ierland op 1 september 2001. Nu dus 16 keer op rij ongeslagen. Dat is een evenaring van een oud record onder bondscoachschap van Frank Rijkaard. Dat wordt geëvenaard dus. In de eerste helft waarin het niet best was. Waarin België duidelijk beter was. En ook terecht op een 1-0 voorsprong kwam door Wesley Song. Heel in zo het afging. Maar gelukkig voor hem heeft dat geen consequenties voor de EK-kwalificatiewedstrijd. Wesley Song en Roy Makai dus de doelpunt te maken.